Het 8 december proces is tot nader orde uitgesteld. Dit kwam vandaag naar voren bij voortzetting van het proces. De auditeur militair Roy Elgin gaf aan dat het Openbaar Ministerie hoger beroep heeft aangetekend tegen het besluit van de krijgsraad om door te gaan met het strafproces. Het OM had op basis van een resolutie van de regering gevraagd om die onmiddellijk te beëindigen. De krijgsraad heeft echter het verzoek naast zich neergelegd. De president van de krijgsraad, Cynthia Valstein-Montnor, merkte op dat de krijgsraad niet op de hoogte is van het beroep. Na een korte schorsing is besloten de zitting uit te stellen tot nader orde. Het resultaat van het beroep wordt afgewacht, zegt de advocaat van de meeste nabestaanden Hugo Esset. De voortgang van de zitting werd vol spanning afgewacht, aangezien de auditeur militair Elgin zijn requisitoor vandaag zou houden. Nee, we dachten dat het requisitoor gehouden zou worden. Maar de auditeur militair heeft aan de krijgsraad meegedeeld dat het Openbaar Ministerie in beroep is gegaan tegen de beslissing van de krijgsraad om het 8 december strafproces voort te zetten. Het Openbaar Ministerie mag dat. De krijgsraad heeft wat mij betreft terecht gezegd, oké, dan hou ik de zaak even aan. Laat dat hoger beroep behandeld worden. En dan gaan op basis van de uitslag van dat hoger beroep, zal de krijgsraad dan beslissen wat er gebeurt. Oponthoud in tijd, levert het wel op. Maar ik geloof niet dat dit een juridisch inhoudelijke resultaat gaat opleveren. Ja, reden tot bezorgdheid? Nee. Esset zegt verder dat het hoger beroep juridisch gezien niet veel betekent. Hij maakt zich dus geen zorgen dat het strafproces wordt stopgezet. Het levert alleen een vertraging op in tijd, meent hij. Volgens hem is er nog steeds licht in de tunnel. En zolang men gebruik maakt van rechtsmiddelen, is dat in het belang van de rechtsstaat. Laat het leven. Laten we de rechtsmiddelen die er zijn, laten we die gebruiken. Zolang dat gebeurt, is er wat mij betreft niets aan de hand. Nee, die positie hebben we niet. Wij zijn in het proces slechts beledigde partij. Het zal het niet moeilijk maken, maar het komt erop neer dat wij geen partij zijn in het proces. Dat we als zodanig in het proces dat nu gevoerd wordt, eisen kunnen stellen of zelf het recht van spreken hebben. Wij hebben ons gevoegd. We zijn dus een beledigde partij. Daartoe hebben we wel het woord mogen voeren, maar nu zijn wij toegelaten als beledigde partij. En daar houdt het, wat het wetboek, Surinaams wetboek van strafvordering betreft, houdt het daarbij op. Het enige wat wij dus, wat dan speelt, is als er mensen schuldig bevonden worden en veroordeeld worden, en dan hebben we nog een tijdje te gaan, en we zullen zien of dat zo is, dan pas komt ons punt van schadevergoeding aan de orde. Dus het zijn nog 5 bruggen verder. Maar wij hebben geen positie om in de stand van het geding nu enig invloed uit te oefenen. Advocaat Hugo Esset. Het 8 december proces is tot nader orde uitgesteld. Dit besluit heeft de president van de krijgsraad, Valstein-Montnor, genomen naar aanleiding van het hoger beroep dat door het Openbaar Ministerie is aangetekend.